Hoi, ik ben Ankie, 31 jaar. Ik ben Margot, 27 jaar. We zijn allebei pb'er hier op de Liezenberg achter ons. En we gaan jullie laten zien wat voor leuke voorziening wij zijn. Hi, we zijn hier nu op kantoor. Hier beginnen wij onze dienst met de overdracht. We verdelen dan de werkzaamheden. We hebben een deel ondersteunen in ADL en een deel begeleiding. We hebben ook gezamenlijke koffiemomenten en gezamenlijk avondeten. Op maandag en op woensdag worden ondersteund de dagbesteding aan huis. Op woensdagmiddag ondersteunen wij hen. Dan gaan we een activiteit doen met bewoners. Dat kan variëren van wandelen en fietsen tot aan een bakje koffie drinken of shoppen. Ook wordt de tuin door onze bewoners bijgehouden. We doen de tuin en ja, zo'n mooie tuin net als de Liezenberg zonder Gop en Lambert hebben wij nooit gehad. Graag op de fiets met de bewoners. Waar gaan we vandaag naartoe, Frans? Naar Bos. De Liezenberg zit in Prinsenhagen. Ja. Alle winkels zijn dichtbij. Ja. Dus we zijn net even in de winkel geweest. Ik vind de muziekavond van de Liezenberg op altijd de eerste van september altijd heel erg leuk. Bij ons wonen 22 cliënten met een licht tot matig verstandelijke beperking. We werken met best een groot team. Als we helemaal compleet zijn, zijn we met 18 personen. Naast het jaarlijkse teamuitje zijn we ook niet vies van een borreltje of een etentje. En daar ben jij ook van harte welkom. Ik vind humor heel erg belangrijk in het werk. Dus als ik aan het eind van mijn dienst mensen aan het lachen heb kunnen maken, dan ga ik met een zeer goed gevoel naar huis. Mijn werkplezier haal ik uit de band die je opbouwt met de cliënten en het netwerk. Je doet het echt samen. Ik hoop dat je dit kijkje op de Liezenberg leuk vond. Word jij onze nieuwe collega? Solliciteer dan snel.